Het personeel aangesloten bij de Bond van Personeel bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek ABS is vanmorgen als vorm van protest getogen naar het kabinet van de vicepresident. Het personeel onder leiding van bondsvoorzitter Roy Adema heeft samen met de vakcentrale C47 wederom een brief gericht aan de vicepresident. Laatstgenoemde was niet aanwezig en de brief is in ontvangst genomen door een vertegenwoordiger van het kabinet. Bondsvoorzitter Adema zegt dat de werknemers het wachten nu beu zijn, omdat vanaf 20 april 2018 actie wordt gevoerd. Andere instanties gaan in actie voor 1 of 2 dagen en er komt gelijk een oplossing. Waarom kan dat niet bij ons gebeuren, vraagt de bondsvoorzitter zich in gemoede af. En ABS is een instituut dat er wezen moet in dit land. We verzamelen alle statistieken om een goed economisch beleid te maken, een goed sociaal beleid te maken, een goed gezondheidsbeleid te maken. Alles verzamelen wij. We hebben vanaf 1 januari 2015 geen verhoging gehad. Toen hebben we 4% verhoging gehad. Daarna niet meer. Nog erger, men heeft ons toen benaderd en deze goede mensen hebben ingestemd om niet 1 januari 2015 die 4% te nemen, maar 1 januari 2016 in plaats van 2015. Dus sedert toen, met die enorme inflaties in die afgelopen jaren, nada, niets. En dat moet ik u zeggen. En in de CAO staat dat we elk jaar een CAO moeten tekenen. De kwestie is overgedragen aan de vakcentrale C47. Volgens Robbie Berenstein, voorzitter van C47, heeft de vakorganisatie al zo vaak aan de bel getrokken voor een nieuwe CAO. Hij vroeg aan de vertegenwoordiger om de boodschap over te brengen dat de vicepresident hen niet vergeet. En even verdieping, dat er nog een ABS is, welke moet produceren statistieken ten behoeve van de ontwikkeling van het land. En dat er daar werknemers zijn die het moeilijk hebben. Die het recht hebben op een soort compensatie van hun loon, welke ze al hoe lang? 3 jaar. Al 3 jaar. Langer dan 3 jaar. Langer dan 3 jaar moeten ontberen. Daar is de voorzitter van de vakbond. Hij is ook in de raad. Hij heeft de zaak overgedragen aan C47. Vandaar dat ik nu het woord voer. En ik maakte die opmerking van, die we behandelen met deze team. Omdat we zien andere mensen, andere instellingen. En we gunnen ze natuurlijk ten volle, want het zijn ook onze broeders en zusters. Ja? De universiteit, die heeft... 30%. Ja, maar is voor mij 2 dagen in actie geweest. Ja. Ja? En gelijk een oplossing. Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij sprak vanmorgen tijdens de aanbieding van een brief gericht aan de vicepresident door het personeel aangesloten bij de Bond van Personeel bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek. In de brief vraagt de bond naar het opstarten van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO.